Het is maandag 7 november. Dit is Drenthe Nu met vandaag. Anti-Zwarte Piet demonstranten onderbreken raadsvergadering Emmen. Het roer gaat om in het Drentse park. En Drentse apothekers willen dat meer mensen medische gegevens delen. Wat is dat gras nog groen overal, hè? Ook hier in Uffelte. Ja, dat creëer je met temperaturen van 15 graden of soms nog wel hoger. Ja, dan blijft gras gewoon gruiden. Nou, hoe hard het de komende week nog gruit, tel ik je zo. Goedenavond. De raadsvergadering van de gemeente Emmen over de begroting werd vanmiddag platgelegd door anti-Zwarte Piet demonstranten. Een tiental activisten ging met spandoeken in het midden van de raadzaal zitten. Ze eisten dat de gemeente openlijk afstand doet van Zwarte Piet. Bij de intocht van Sinterklaas komende zaterdag lopen ook Zwarte Pieten mee. En dat kan niet, vinden ze. Dat de gemeente heeft toegezegd het aandeel Zwarte Pieten in de komende jaren af te bouwen, is volgens de activisten niet voldoende. De politie heeft de actievoerders aangehouden en uit de raadzaal verwijderd. Wat moet er gebeuren met het Drentse park in Emmen? De oude dierentuin dient nu vooral als stadspark. Maar de gemeente wil dat er weer duidelijke koers komt. Er wordt een jaar uitgetrokken om de oude plannen tegen het licht te houden. Heel veel mensen hebben niet in de gaten dat gewoon al meer dan 20 miljoen is geïnvesteerd eigenlijk in het park. En dat je eigenlijk, nou ja, je ziet het, dat je eigenlijk nog niet veel ziet. Deze gebouwen die herkent u vast nog wel uit de tijd van de oude dierentuin. Sinds de sluiting van de dierentuin is het Drentse park het stadspark van Emmen. Grootse plannen kwamen op tafel, maar zijn nooit werkelijkheid geworden. Er moesten iconische gebouwen komen en er moest een flexibele invulling zijn. En er moesten hoogwaardige architectonische gebouwen. En er moest eigenlijk ook nog door buitenstaanders worden geïnvesteerd. De Emmen-fractie van de VVD was kritisch over de grootse plannen. Het onderhoud kost de gemeente klauwen met geld. Geld dat er nu eigenlijk niet is. Wonen in het park is volgens de fractie zelfs een optie, zodat er geld beschikbaar komt. Maar dat leverde in het verleden al veel, vele discussies op. Nou, dit is het amfitheater. Dat is een maand geleden geopend. Een klein project wat wij als Stichting JAR mogelijk hebben gemaakt. De Stichting Jaap en Aleid Rensen maakt zich hard voor het culturele karakter van het park. De ontwikkeling heeft volgens hen nog meer tijd nodig. Wij vanuit Stichting JAR geloven wij meer in een soort geleidelijk proces van groei dan dat je in één keer een hele grote investering over zo'n park heen legt met alles nieuw en alles groot en mooi en meeslepend. Er zijn geen externe partijen uit Rotterdam of waar even vandaan hier naartoe gekomen. Maar je hebt natuurlijk wel met zo'n toolbox of met een Rensen Lab of met het Rensen Theater of met Loods 13 heb je natuurlijk wel een aantal partijen gekregen in het park die betekenis hebben gegeven aan het park, aan de gebouwen in het park. Begin daar nou eens mee om te kijken wat kunnen we eigenlijk met de partijen die in het park zitten en die het ook mooi vinden dat ze hier zitten en die ook betekenis kunnen geven aan het park. Adriaan Pals is met zijn stichting Toolbox een van de huurders van het eerste uur. Het grootste voordeel van ons is geweest dat we daardoor heel veel aandacht hebben gekregen. Er zijn heel veel artikelen over ons geschreven, heel veel video's over ons gemaakt. Nu krijgen we weer aandacht. Ik denk dat dat ons de grootste winst is geweest. Heel veel aandacht. De gemeente Emmen geeft huurcontracten af aan de ondernemers voor 1 jaar. En daardoor blijven grote investeringen achter. Ja, als je daar van jaar tot jaar moet huren, dan kan je niet investeren in een gebouw. Dus dan moet je of langjarige afspraken hebben of je moet eigendom hebben. Maar als je wil investeren en je wil er iets moois van maken, dan moet er ook ruimte voor zijn. Ik denk dat de gemeente heel veel gaat opleveren op lange termijn als ze dat zouden gaan doen, ja. De gemeente trekt er een jaar vooruit om alles op een rij te zetten. Uiterlijk volgend jaar september moet de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van het park. Ja, dat is heel lastig, want je hoopt eigenlijk dat je hier de rust krijgt en dat ze haar behandeling kan krijgen. Maar ondanks dat moet je ook nog weer zorgen maken om het geld. Ja, zometeen meer erover. Duizenden Drenten hebben nog geen toestemming gegeven voor het delen van medicijngegevens met zorgaanbieders. Volgens apothekers kan dat grote gevolgen hebben. Als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis terechtkomt en zelf niet meer kan vertellen welke medicijnen je slikt, zou je medicatie kunnen krijgen waar je allergisch voor bent. Met een campagne wil de Drentse Apothekerscoöperatie ervoor zorgen dat meer mensen hun gegevens delen. 70-plussers kunnen een brief verwachten met een oproep omdat deze groep het meest kwetsbaar is. Bollen en lelieteelt moeten aan banden worden gelegd, vinden omwonenden van Lelievelden en andere partijen in provinciale staten. Er worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt en wat doet dat met de gezondheid van mensen? Maar Gedeputeerde Staten staat al jaren in de nee-stand. Kun je als provincie met ruimtelijke ordening als instrument in de hand nou wel of niet bepalen waar je in Drenthe wel of geen bollen of lelieteelt houdt? Nee, zeggen GS, dat kan niet.
Het kan wel, zeggen de politieke tegenstanders. We moeten die spuitvrije, die teeltvrije zones moeten we gaan invoeren voor de volksgezondheid, de bescherming van mensen. Nou, mens, plant en dier. We ontleden het even. Kun je al ingrijpen onder de huidige wet? Ik heb zelfs de indruk dat het met de huidige wetgeving mogelijk zou zijn. Met toepassing van het voorzorgsbeginsel kan het ook in historische of bestaande situaties. Eigenlijk is dat voorzorgsbeginsel bij twijfel niet inhalen in dit geval. Absoluut. En op het moment dat je het voorzorgsprincipe toepast, dat gaat er eigenlijk om dat je kunt ja, toch aantonen dat er echt risico's aan zitten. Die onderzoeken zijn er natuurlijk. Er is het RIVM, maar ook andere landelijke clubs wel gevraagd van nou ja, wat voor consequenties zijn er voor omwonenden. Daarmee zeg ik niet dat ze niks vinden, maar dan zijn de concentraties, de gehaltes zo laag en zo weinig, dat dat geen consequentie heeft voor de volksgezondheid. En dat is wat er nu bij de huidige stand van zaken uit de onderzoeken blijkt. Het RIVM, de Gezondheidsraad, constateren een aantal zaken en concluderen het is wel van dien aard dat het vervolgonderzoek rechtvaardigt. Dan is het nog steeds onvoldoende om het in bestaande gebruik in te kunnen grijpen als daar niet rapporten onder liggen dat er een nou ja, gereden twijfel is over de volksgezondheid. De tegenstanders van de bollen- en lelieteelt zien in de komende nieuwe omgevingswet meer mogelijkheden. Maar volgens GS is het bijna onmogelijk te bepalen wat een boer wel of niet op zijn land mag doen. En kan dat alleen in nieuwe situaties. En of er nou gras, mais, bieten, aardappels of bloembollen nog geteeld worden, is het een agrarisch gebruik, dus een bestaande situatie en geen nieuwe situatie. Volgens Brink is een nieuwe situatie een plek waar nu nog geen landbouw is. Voor kleine deters is een nieuwe situatie een akker waar nu nog geen bollen of lelieteelt is. Nou, je kunt vastleggen dat voor een toekomstige situatie bijvoorbeeld vergunningen aangevraagd moeten worden. En dat leidt dan toe dat de gemeente het bestemmingsplan moet wijzigen. Dat moet ook nog gebeuren. Kan er ook nog planschade uit voortkomen. Het is niet alleen D66, maar het zijn ook tegenstanders die concluderen het is onwil van de politiek. Mijn vraag was dus om bestuurlijke wil te tonen. Nou, die heb ik hier links niet gezien. Ze willen gewoon niet. Het is een keuze. En een keuze heeft te maken met politieke wil voor mij. Het is politieke onwil, concludeert D66. En daarom komen ze met een motie om GS te dwingen. Van de vier andere partijen die ook vinden dat er iets moet gedaan worden aan de bollen- en lelieteelt, is het de vraag, wat is het de twee collegepartijen in, of die motie ook mee gaan ondertekenen. Want dan heb je een probleem in de coalitie. De 20-jarige Nikita Heuvelman uit Zuidwolde is in Amerika inmiddels 2 keer succesvol geopereerd. Ze lijdt aan EDS, een zeldzame genetische bindweefselafwijking die in Nederland niet wordt behandeld. Er is in onze regio al €200.000 ingezameld, maar dat blijkt nog niet genoeg. Al 6 jaar lang staat het leven van Nikita stil. Ze ligt op bed, kan geen licht en geluid verdragen en geen eten binnenhouden. Omdat haar nek niet sterk genoeg is, draagt ze altijd een brace. Pas vorig jaar wordt de diagnose EDS gesteld. Als een dood vogeltje vertrekt ze begin september naar Amerika, naar neurochirurg Henderson. Hij heeft de afgelopen 14 jaar al 3000 vergelijkbare patiënten behandeld. She's in the 10% or maybe 15% of the most severe cases that I see. Inmiddels is haar nek vastgezet en is ze ook geopereerd aan haar ruggenmerg dat vastzat aan andere structuren onderin haar rug, waardoor ze niet vrij kon bewegen. Ze is op het moment wel heel zwak. Ze heeft heel veel pijn en ze voelt zich zeker nog niet goed. Maar ja, het is zoveel. En ja, Nikita was natuurlijk heel zwak. Dus het is eigenlijk niet te verwachten dat ze zich nu al goed voelt. Grote vraag is wel waarom Nikita helemaal naar Amerika toe moet om behandeld te worden. Even though we learn about Ehlers-Danlos syndrome in medical school, we're told that we'll never see a case and not to worry about it. Though most doctors have never made a diagnosis of EDS and they have no understanding of the condition. Het gaat dan ook om een ingewikkelde en tijdrovende diagnose. Want EDS tast vaak meerdere systemen in het lichaam aan. Niet alleen de wervelkolom en de gewrichten, maar ook het hart, de bloedvaten, het maag-darmstelsel en het immuunsysteem. Toch zit er volgens de neurochirurg wel schot in de kennisoverdracht. The understanding of the condition has grown exponentially. And I think that within a few years
they will be treating Ehlers-Danlos syndrome in Holland and all through Europe. Het was de bedoeling dat Nikita voor beide operaties in totaal 8 dagen in het ziekenhuis zou liggen. Maar omdat ze er een darm- en alvleesklierontsteking bij kreeg, zijn het er inmiddels 32 geworden. En daardoor lopen de kosten ook ontzettend snel op. Het is gewoon eigenlijk niet bij te houden, zo hard het nu gaat. Wat doet dat met jou? Ja, dat is heel lastig, want je kent... Je hoopt eigenlijk dat je hier de rust krijgt en dat ze haar behandeling kan krijgen. Maar ondanks dat moet je ook alweer zorgen maken om het geld. Het goede nieuws is dat Nikita inmiddels buiten het ziekenhuis herstelt. Het is de bedoeling dat er tijdens een operatie nog een stent in haar lies wordt geplaatst en dat de enorme druk in haar hoofd wordt verholpen. De familie hoopt eind deze maand naar Nederland terug te keren. Ja, wind en regen, althans op sommige plekken vandaag in Drenthe. Maar ja, het is november, wat wooi. Maar toch wordt het een beetje beter de komende dagen. Hoe ligt je? Ben je een beetje nat worden vandaag? Valt mij, hè? Geluk. Het kan nog wat gebeuren trouwens, hè, vanavond. Want er gaan nog een paar buien vallen. Vooral in het begin van de avond. Later vannacht, dan wordt het droger. Komt er wat opklarings. De wind neemt ietsjes af. En de temperatuur blijft hangen op zo'n 10 graden. Ja. Morgen houdt te maken met een tijdelijke weersverbetering. Het blijft droger de hele dag. De zon dat ze nou en dan is met aan. En er staat wel een vrij stevige wind in het zuiden, kracht 4 ongeveer. En die haalt wat warme lucht op ons aan. Het kan 15, 16 graden worden. Morgenavond, dan komen er een storing dichterbij. En dan gaat er weer wat buien vallen in de nacht van dinsdag op woensdag. Ook woensdagmorgen nog een stuk of wat. Maar in de loop van de dag wordt het weer wat droger. De zon komt er weer wat vaker bij. Temperatuur een klein stapje terug naar zo'n 14 graden. En ja... Donderdag en vrijdag, dan komt er hoge druk dichterbij. En dan krijg je een kleine weersverbetering. De temperatuur in alle dagen zo'n 14 graden, maar het blijft droger. En de zon die krijgt ook weer al meer kaas. Ja, en met dat soort temperaturen deze week nog, ja, dan kunnen we zien, de bomen zijn nog groen en de bladbak die is nog leeg. Dit was Drenthe Nu. Meer nieuws vindt u op rtvdrenthe.nl en in de app. Daar leest u onder meer over een man uit Gelderland die denkt dat hij een foto van Vincent van Gogh heeft gevonden. Het kiekje uit 1883 wordt onderzocht door het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam en is te zien op onze website. Voor nu, hele fijne avond en graag tot morgen. Dag.